Heb je even geen inspiratie voor een gezond recept? Dan hoop ik dat je courgettes kunt oogsten nu. Want ik heb wat voor je. Namelijk een heerlijk gevulde courgette recept. Met slechts een paar ingrediënten tover je snel een heerlijk en gezond maaltje op tafel. De courgette die ik gebruik komt niet uit mijn eigen tuin. Uit mijn eigen tuin komen binnenkort heerlijke bolcourgettes en pompoenen. Het recept dat ik laat zien geldt voor één grote eter of voor twee kleine eters, maar het ligt er ook een beetje aan hoe groot je courgette is. Voor het gerecht heb je natuurlijk een courgette nodig, maar ook gele paprika en een ui uit eigen tuin. Verder heb je 100 gram zilvervliesrijst, een halve kipfilet en als je vegetarisch bent kun je natuurlijk vega-kip nemen en geraspte kaas nodig. Deze courgette komt dus niet uit mijn eigen tuin, maar is afkomstig uit de tuin van Henry Jansen. Henry bezoekt, net als ik, scholen om het kweken van groenten meer op de kaart te zetten. Daarover staat een tof artikel in de nieuwe editie van Stadstuinieren dit jaar. Terug naar het recept. Zorg dat je de courgette, paprika en ui hebt geoogst. Kook vervolgens de zilvervliesrijst ongeveer 8 tot 10 minuten in een pannetje. Snijd de halve kipfilet in blokjes en bak in een koekenpan. Zodra ze gaar zijn, doe je de kipfilet in een kom. Verwarm de oven alvast voor op 200 graden. Snijd de courgette in de lengte doormidden. Pak een theelepel en hol de helft uit. Dit vruchtvlees doe je vervolgens bij de kip in de kom. Pel en snipper de ui en snijd de paprika in blokjes. Voeg de paprika en ui erbij in de kom. Ook de rijst gaat er na het koken bij. Voeg ook nog peper en zout toe en roer goed door. Vul de uitgeholde courgette met het mengsel en top af met wat geraspte kaas. Zet de gevulde courgette voor ongeveer 30 minuten in de oven. Serveer hem daarna op een bord en klaar is je gerecht. Wist je dat je nu nog courgette zou kunnen zaaien? Je kunt ze buiten in de volle grond zaaien nu, want daar is het warm genoeg voor. Wil je wachten tot volgend jaar? Begin dan volgend jaar vanaf mei weer met het zaaien van de courgette. Mijn voorkeur heeft toch meestal wel om binnen voor te zaaien, zodat zaailingen niet opgegeten worden door bijvoorbeeld slakken. Ga jij ook in de keuken staan voor dit recept? Wij zijn benieuwd. Geniet ervan en tot de volgende video.